Vandaag ga ik je laten zien hoe je Posca-stiften kan gebruiken in de Resin Art. We hebben momenteel 4 kleuren. Wit, zwart, zilver en goud. De stiften bevatten pigmenthoudende inkt en zijn op waterbasis. Ook hebben ze een schuine 8 mm grote punt, zodat je ze prima kunt gebruiken om de randen van je onderzetters af te werken of om je geode mooie lijnen te geven. Voordat je de stift gaat gebruiken, moet je hem eerst een minuut schudden. Hij wordt geactiveerd door het kogeltje in de stift. Druk de punt dan een aantal keren op een voorwerp, op een stuk papier. Nu is de stift geactiveerd en dan kunnen we de rand van de onderzetter afwerken. Wilt u een mooie dekkende laag hebben, kunt u eventueel nadat de eerste laag droog is, een tweede laag aanbrengen. Ook kan je ze gebruiken als je een geode maakt. Je kunt daar mooie, strakke lijnen mee creëren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.